uit Irak executeren IS-gevangenen en hebben uit wraak tenminste 1 Arabisch dorp met de grond gelijk gemaakt. Onze Nederlandse collega Jan Eikelboom van het magazine Nieuwsuur heeft dat onthuld in een spraakmakende reportage. Knap vervelend, want de Koerden zijn dat niet de mensen die ook België militair ondersteunt in de strijd tegen Islamitische Staat. Ik praat zo meteen met Jan Eikelboom, maar eerst zijn reportage van Aan het Front. Dit is het laatste grote checkpoint voor de Iraakse stad Zoemar. Hier keren strijders terug van het front en worden nieuwe versterkingen aangevoerd. Het gebied is onder controle van de Koerden. Maar voor de zekerheid krijgen we toch een gewapende escorte mee als we verder gaan. Overal langs de weg sporen van de strijd. Een hummer van IS geraakt door een Amerikaanse raket. Net als dit gebouw. Eind augustus, begin september werd dit gebied met behulp van het Westen heroverd op Islamitische Staat. De voormalige controleposten van IS worden nu bemand door de Koerdische Peshmerga. Na ongeveer een half uur bereiken we onze eindbestemming. Het hoofdkwartier van de Koerdistan People's Defence Force. Een vrijwilligersleger onder leiding van een Nederlandse Koerd, Serdar Dosky. Welkom in de realiteit. In konvooi rijden we naar het front. Nog geen 500 meter verderop. Okay. Hier is de laatste kazerne van Peshmerga. Deze dorpen die, waar je ziet nu, waren 2 maanden geleden allemaal in bezit van IS. Die zijn daarna met een grote aanval van Peshmerga allemaal bevrijd. Deze laatste point hebben wij zelf gemaakt, een maand vroeger. Hier zie je dat is anti-mortier, als echt het erg wordt. Hebben jullie veel aan de hulp van de Nederlandse F-16's? Ja, tuurlijk. Met hulp van de coalitie hebben de Iraakse Koerden de afgelopen maanden heel wat dorpjes terugveroverd op IS. Alle reden voor een vreugdedans. Maar lang niet iedereen heeft reden voor feest. In de buurt van het hoofdkwartier van Serdar Dosky ligt een Arabisch dorpje, Barzan. Er is vrijwel niets meer van over. Koerden hebben het huis voor huis opgeblazen. Een wraakactie, omdat de bewoners van dit dorp op hun beurt Koerdische krijgsgevangenen hadden geëxecuteerd. Het is oog om oog, tand om tand. Op het moment dat hij denkt dat de camera niet aanstaat, vertelt Dosky dat zijn strijders geen gevangenen maken, maar hun tegenstanders executeren. Als ze gewond zijn. En in onze handen? Ja. De kogel kost iets van 50 cent. Ja, is... Tweede kogel, dan is het niet van. Ja. Ze worden geen gevangenen genomen? Nee. Ja. Nee. Niet in mijn forces. Ja. Nou, nergens eigenlijk. Ja. Dat zou ik maar eerlijk zijn. Ja. Gewoon nergens. Ja. We willen gewoon geen gevangenen. Niet ver van Barzan ligt een ander Arabisch dorpje. Op een paar zwerfhonden na is het helemaal verlaten. De huizen zijn deels verwoest, deels in brand gestoken. Er lopen een paar Koerden rond op zoek naar bruikbare spullen. بس وقتها خان بيبي بدا 10 طبعا تيوان ذري نما افكرداو افكرداو عندنا وتشي كرد فايو تشيكر فايو Het geweld komt van beide kanten. Op hun beurt zijn deze Koerden weer door IS uit hun dorp verdreven. تدور على بيبي صغير هيك بيبي. فجر كر غراضي ما حما جماعتي العفر نهب كر عربية منطقية نهب كر تشتكي مننا أبد تشتكي مننا رجاء مجبيل وقبل بعض منطقة شرق رجلتي زاروكا تشتكي حتى قماع عن بيز رسان في خلاص. De kans dat de Arabische bewoners van dit dorp ooit nog terug kunnen keren is niet groot. Voor Serdar Dosky en veel andere Koerden is deze oorlog vooral een strijd voor een onafhankelijk Koerdistan. En daarin is voor Arabieren geen plaats. Kunnen Koerden en Arabieren ooit nog samenwonen in het land? In Koerdistan niet, nee. Nee? Echt niet. Daarvoor is het... We hebben 2000 jaar geprobeerd, is het misgegaan. Misgegaan in alle tijden, met alle regeringen, met alle ideologie. Is het misgegaan, dus is het moet einde van komen. Dus Koerden moeten gewoon onafhankelijkheid krijgen en ik denk nu de hele wereld staat achter.